Vlak voor de balie liet Pum zichzelf op de grond vallen. Ze begon te trillen en het kwel kwam uit haar mond. Als ik niet beter had geweten, had ik er niet aan getwijfeld dat ze een of andere aanval kreeg. Ze speelde het zo goed. Nicky de Boer uit Emmeloord leest voor uit Omgeruild van Fiona Remt. En ze wint daarmee de Flevolandse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd 2018. De finale werd gehouden in cultureel centrum De Kubus in Lelystad. Een hele zaal vol toeschouwers luisterde naar 10 voorlezers uit heel Flevoland. Hoe is die trol binnengekomen? Vroeg Harry terwijl ze de trap opliepen. Geen idee. Ze zeggen dat trollen oerstom zijn, zei Ron. Dan zou ik die meester van jou ook eens vertellen wat voor jij iemand bent. In het aardedonker ziet hij vonkjes oplichten. Het is de baron die probeert zijn mijnlamp weer aan te steken. Boeiend voorlezen is geen eitje. Je vindt het publiek niet met louter letters. Een vaardige voorlezer vermijdt veel valkuilen. Vooral dat je moet kijken in het publiek en dan goed moet onthouden waar je bent gebleven. Maar ook, is het enkel oplezen wat er staat? Nee, je moet er ook je gedachten bij houden en er blij bij kijken. En als het boos is, natuurlijk ook een beetje boos kijken. Het was aan de strenge, doch rechtvaardige jury om de winnaar te kiezen. En die jury lette op alles. Er wordt gekeken naar de keuze van het boek, de fragmentkeuze. En de kinderen bereiden eerst een introductie voor. Sterke introductie over het boek, fragment en dan voorlezen. Dus er wordt gekeken naar articulatie, fragmentkeuze, de spanningsopbouw. En wat een grote valkuil is, is het stemmetjesgebruik, dat het theater wordt. Maar dat is dus niet de bedoeling, want het is voorlezen. En daar was Nicky de allerbeste in. Zij scoorde op alle punten hartstikke goed. Ze las in 1 tempo door, geen stemmetjesgebruik. Ze nam het publiek mee, maar ook de jury. En ze wist ook hele stukken uit haar hoofd. Dus ze was echt aan het voorlezen. Nicky mag nu naar de landelijke finale. 23 mei in Amstelveen. Superspannend. Maar ik heb er wel en super eng? Ja, ook. Maar wel super veel zin in.